ik ben hier verdachte in een strafproces. En ik kan dat na al die jaren eerlijk gezegd nog steeds niet bevatten. Eerst werd ik vervolgd voor het maken van een film over de Koran. En daarna voor het stellen van een aantal vragen op een verkiezingsavond. En inmiddels sta ik vanwege mijn politieke mening nu al 10 jaar voor de rechter. Terwijl die islamitische radicalen die verschillende fatwa's over mij hebben uitgesproken nog steeds vrij rondlopen. En staat u mij toe dat dat soms moeilijk te bevatten is. Maar wat ik helemaal niet kan bevatten, en volgens mij niemand met gezond verstand, is dat ministers en ambtenaren zich met dit proces, met mijn vervolging, hebben bemoeid. Dat ze de regels van de trias politica aan hun laars hebben gelapt en de elementaire regels van onze rechtsstaat hebben geschonden bij de vervolging van een parlementslid, nota bene van de grootste oppositiepartij in het parlement. En wat het OM ook zegt, en wat voor smoezen, relativeringen ze ook vandaag weer verzinnen, we hebben u de bewijzen daarvoor aangeleverd. Er was zeker inhoudelijke bemoeienis van het ministerie van Justitie bij deze strafzaak. Ambtenaren dachten inhoudelijk mee met het Openbaar Ministerie. Ze leverden zelfs juridische munitie aan. Ze wilden het requisitoor meelezen. Ze hielpen het Openbaar Ministerie met het bedenken en weerleggen van mogelijke verweren van de verdediging. Mijn verdediging. De minister paste persberichten aan. De zinsnede, dan gaan we dat regelen, moest erbij betrokken worden. Inhoudelijke adviezen zijn door ambtenaren van het departement aan de collega's van het PAG doorgegeven. De minister van Justitie werd gevraagd iets over de kansrijkheid van mijn vervolging te zeggen in de ministerraad. En dat is allemaal niet normaal, meneer de voorzitter, leden van het Hof. Dat is niet normaal. Dat is ontzettend fout en dat is onacceptabel. En het bleef ook niet zonder consequenties. Want die bemoeienis heeft ook feitelijk resultaat gehad. Het Openbaar Ministerie, u heeft dat in de stukken kunnen zien, nam de suggestie van het departement over en kwam toch met een brede tenlastenlegging, inclusief het aanzetten tot discriminatie. Waarvoor ik vervolgens ook een eerste aanleg veroordeeld ben. Voor iets waarvan het Openbaar Ministerie in haar vervolgingsbeslissing van 10 september 2014 nog vond dat er geen sprake van was geweest. En tot die conclusie, dat heeft u ook kunnen zien, was zij gekomen na langdurig uitgebreid intern beraad, waarbij onder andere het LICD, het Wetenschappelijk Instituut, het WBOM en een reflectiekamer bij betrokken zijn geweest. En die nauwe samenwerking tussen dat Openbaar Ministerie en het departement stopte niet in 2014. Zelfs de timing van het naar buiten brengen van de beslissing op een WOP-verzoek over dit proces werd in 2016 tot op ongeveer de dag nauwkeurig afgestemd. In overleg met nota bene de zaaksofficier stelde het Openbaar Ministerie aan het ministerie voor om het besluit uit te stellen tot na de inhoudelijke behandeling van mijn zaak. En zo geschiedde ook. Zelfs in de afhandeling van een WOP-verzoek hield het ministerie rekening met de processuele belangen van het Openbaar Ministerie. En voorkwam daarmee dat mijn verdediging nog iets kon doen met de vrijgegeven stukken. Dat heet in normaal Nederlands manipulatie, meneer de voorzitter. Het OM en het departement die de openbaarmaking van relevante stukken manipuleren om mijn verdediging te schaden. En het Openbaar Ministerie deed de afgelopen jaren veel moeite om verder onderzoek tegen te houden. Ze wilden niets onderzoeken. Als het al gebeurde, dan was het omdat u dat eiste, dat u dat beval. En ik begrijp nu ook waarom ze dat niet wilden. Want het is inmiddels gebleken dat het OM onwaarheden heeft opgeschreven. En niet alleen in een op ambtseed opgemaakt proces verbaal, maar ook dat het Openbaar Ministerie er zelf een politieke agenda op nahield. Hoezeer de advocaat-generaal dat ook ontkent. Het was de officier Wouter Bos die opvallend specifiek was over het naar buiten brengen van het ambtsbericht over mijn vervolging. Voor het kerstreces. Ruimschoots voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tussen het vragenuurtje op dinsdag en die ministerraad op vrijdag.
Hij deed niet onder qua kennis van de agenda en het reglement van orde van de Tweede Kamer dan het gemiddelde Tweede Kamerlid. En ik zeg u, meneer de voorzitter, veel politieker wordt het niet. Een persbericht, moet u daar eens bij stilstaan, een persbericht over de vervolging van de leider van de grootste oppositiepartij bewust naar buiten brengen, ruimschoots voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ruimschoots voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is politieke manipulatie van de zuiverste soort en een bewijs ook van de vooringenomenheid en de afkeer bij het Openbaar Ministerie voor mij en mijn partij. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik zal het niet doen, want de heer Knoops heeft afgelopen maandag, denk ik, op een voortreffelijke manier alles al glashelder benoemd. En ik zeg u, als je maandag luistert en ziet wat er allemaal voorbij is gekomen, dat dat allemaal met geen pen te beschrijven is. En ik zeg u ook, meneer de voorzitter, leden van het Hof, dat ik geen andere verdachte ken, dan al helemaal geen andere politici, waarbij dit allemaal is gebeurd. Zoals ik u al eerder voorhield, heb ik als verdachte niet alleen tegen het Openbaar Ministerie moeten vechten, maar ook tegen de uitvoerende macht, tegen het ministerie van Justitie, die zich er wel degelijk mee heeft bemoeid, het wel degelijk heeft proberen te beïnvloeden. En dat is oneerlijk en dat is zeker niet normaal, zoals de AG zegt. Het is niet normaal. Ook vandaag proberen ze u weer wijs te maken dat dat normaal is, maar dat is niet normaal. Het is ongepast en het is abnormaal. En ik hoop oprecht dat u, meneer de voorzitter, leden van het Hof, wat u ook van mij vindt, of u mijn ideeën nou sympathiek of abject vindt, of u de partij die ik leid, de Partij voor de Vrijheid, nou steunt of helemaal niet, dat u los van dat alles, dat u niet zal toestaan dat de beginselen van een eerlijk proces met voeten worden getreden. Dat u een dikke streep zet door de bemoeienis en de beïnvloeding van de uitvoerende macht bij mijn vervolging, wat bij geen enkele andere verdachte of politicus ooit is gebeurd. Dat u Nederland laat zien, leden van het Hof, dat u staat voor een eerlijk proces van verdachten, of ik het nu ben of een ander. Dat u ambtelijke en politieke bemoeienis bij een strafproces onacceptabel vindt. Dat er in Nederland nog iets zoiets bestaat als gerechtigheid en eerlijkheid, ook bij de rechterlijke macht. Dat u het Openbaar Ministerie om die reden niet ontvankelijk verklaart. Dat zou gerechtigheid zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilders. Zoals het nu ervoor staat, liggen er natuurlijk nu nog onderzoekswensen. Daarover zal het Hof zich gaan beraden. Zoals u zult begrijpen met wat er allemaal is aangevoerd vandaag ook en afgelopen maandag, zal dat niet vandaag gebeuren. Daar willen we tijd voor nemen. Dus we zullen dat beslissing zal dan ook volgen op 8 juli. Dan zijn er verschillende opties. De kans is er dat wij spreken dat wij zullen zeggen, we wijzen één of meer verzoeken toe. Dan hangt het er natuurlijk vanaf hoe snel en wanneer aan die verzoeken kan worden voldaan. En de resultaten zullen dan op een andere zitting aan de orde komen. Het kan zijn dat we zeggen, de verzoeken worden afgewezen of we beslissen pas bij arrest. Dat zou inhouden dat dan het eind van de behandeling daar is op 8 juli. En dan krijgt u nog in ieder geval het laatste woord. Daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei andere varianten mogelijk. Bij wijze van spreken dat wij nog behoefte hebben toch nog aan nadere vragen wanneer we de beraadslaging hebben achter de rug hebben. Maar dan zullen we naar bevind van zaken handelen in ieder geval. Hoe staat het nu dus voor? We gaan verder op 8 juli om 10 uur op Schiphol. De zitting die we gepland hadden op 6 juli, die komt in ieder geval te vervallen. Hoe het daarna gaat, dat hangt er gewoon vanaf wat er op 8 juli gebeurt. We hebben daar na 8 juli ook nog andere zittingsdata in ieder geval gepland. En wat ik zeg, dat hangt dan af op dit moment van een beslissing die we op 8 juli zullen meedelen. Ik wil er namelijk nu aan zeggen dat u op 8 juli moet verschijnen, maar u wil nog wat zeggen. Ja, als u zou het Hof de optie ook nog in overweging willen nemen om wellicht op 8 juli ook direct een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid. Is dat een optie die bij het Hof nog bestaat? Nee, dat is in principe niet waar we aan denken op dit moment.
Nee, want ik begreep dat nu dat u de vorige maandag hebt gezegd, want daar hebben we natuurlijk naar gevraagd. Ja. U eerst wilde dat er op de onderzoekswensen zou worden beslist. Ja, maar het is voorstelbaar dat u zegt, we hebben de onderzoekswensen niet meer nodig om meteen een oordeel te geven over ontvankelijkheid. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, maar dan... daar hebben we het maandag natuurlijk over gehad. Ja. Dus, mag ik ook een vraag stellen daarover? Ja. Kijk, we hebben het daar ook eerder over gehad. En ook voor mij is het... Ik snap wat u zegt over de onderzoekswensen wel of niet. Maar is het zo dat u... ik begrijp niet wanneer u over een eventuele niet-ontvankelijkheid zou beslissen. Is dat bij eindvonnis? Is dat per tussenvonnis? Is dat misschien meteen na de onderzoekswensen als die al dan niet zijn gehonoreerd? Ik begrijp alles behalve wanneer de mogelijke beslissing... Ja, ik probeer dat net uit te leggen. We hebben die verschillende opties. Hè? Dus dat we zeggen van er moet nog onderzoek verricht worden. Het kan ook zijn dat we zeggen, nou, dat is niet meer nodig. Dan krijgt u het laatste woord en dan zullen we een datum bepalen waarop we verder een beslissing zullen nemen, in ieder geval ook over wat er verder nog ter tafel ligt. Ja. Dat is eigenlijk gang van zaken. Sorry. Ik word nu gecorrigeerd door mijn collega dat het 8 juli om 10 uur is, niet om 9:30. Dus dat moet wel heel duidelijk zijn. Want ja, u zei dat... om 10 uur. Dus u... Oh, dat zei anders ik anders had ik daarna gevraagd, is dat geen vergissing, maar 10 uur is dus... Nee, het is serieus 10 uur. De benadeelde partijen zijn als het goed is al opgeroepen voor die zittingsdag. Ja. Zeker, hè? En voor vandaag is het dan nu klaar, zou ik zeggen. Dus dan onderbreek ik nu de zitting tot 8 juli, 10 uur, op Schiphol. Schiphol, ja, heel goed. Dan staan we hier. Ja. Goed weekend allemaal. Ja, bedankt.